Goeiedag. Hoi. Welkom. Hoi. Teun. Teun Timmermans. Bijzondere setting, hè? Waar we, ja, ik kan wel zeggen, ja. Zeker. Even wat anders dan een gemiddelde salon, barbershop. Ja. Mooi op de achtergrond de brug. Ja, lekker buiten. Wonig. Voor het eerst dat je op zo'n setting wordt geknipt? Ja, dat kan ik wel zeggen. Heb je wel, hè? Ja, zeker. Hey, wat mag ik gaan doen met je haar? Nou, het mag overal iets korter. Ik draag het eigenlijk altijd een beetje zoals het valt. Ja. Weinig spul erin. Dus, je draagt het een beetje opzij zo, ja, precies. En ik laat het gewoon lekker krullen. Oké. Het is niet zo dat je met de kam heel strak kamlijnen neemt. Nee, maar lekker zeker met de niet. Handen. Ja, precies. Het is een beetje, denk ik, de zijkant wat inkorten. Ja. Het oorvrij willen of een beetje gedekt? Een beetje half. Iets stuk meer in ieder geval dan nu. Oké. Ja. En in de nekpartij, dat mag wel wat korter, hè? Mag de wat strakker, ja. Ja, dat mag strak uitgelijnd worden of zou je dat ook wat nonchalant en speelt? Mag wat nonchalant, ja. Ja. Prima. En vooral eigenlijk bovenop dat hij ook wat meer gaat krullen, dat het niet meer zo slap hangt. Precies. Wat ik ga doen is dan ook een beetje inknippen. Zeg, ja, niet heel veel, maar ik ga dus boven niet rechtaf knippen. Mm-hmm. Maar ik ga het vooral inknippen en dat zorgt dan weer dat je structuur krijgt. En dat accentueert de krul. Ja, perfect. Oké, cool. Wat voor studie heb je gekozen? Ik heb industrieel productontwerp gedaan. Oké. Dus dan het gaat puur over het ontwerpen van eigenlijk allerlei consumentenproducten. Ja. Wat is jouw manier van werken? Wat betreft het bouwen van een fiets? Doe je dat op de oldschool manier door te tekenen, schetsen, het kijken? Ja, vaak niet eens tekenen. Ik heb geprobeerd om die fietsen in 3D te visualiseren voor klanten. Ja. Maar dan was ik eigenlijk heel veel tijd kwijt met die ontwerpen maken, met Photoshop en dat soort programma's. En uiteindelijk betaalt een klant dat natuurlijk gewoon voor die uren. Ja. Dus dan ben ik nog wat meer oldschool gegaan door gewoon onderdelen bij elkaar te leggen. Ik heb heel veel op voorraad liggen, allerlei kleuren, bandjes, padborden, sturen. Als een klant bij mij komt, kan ik eigenlijk meteen gewoon een soort real-life render maken van hoe die fiets eruit komt te zien. Dat is voor mensen werkt natuurlijk het allersterkst, dat ze gewoon de echte spullen in het echt kunnen zien. En pas jij dan ook, stel er komt een gadget guy en die wil zijn fiets helemaal omgetoverd hebben tot een fiets 2.0 met sensoren, dat doe jij ook allemaal? Ja, ik probeer daar zo breed mogelijk ook in te gaan en ook zo open-minded mogelijk. Ik merk dat de huidige fietsenmakers heel vaak nee verkopen. Die moeten natuurlijk heel efficiënt uren draaien en willen niet zoveel tijd steken in het uitvinden van dingen. Ja. Dat vind ik juist leuk. Want jij leeft ondertussen ook gewoon van je bedrijf. Ja, klopt. Hoe lang duurt het nu al? Ik doe het nu 3 jaar fulltime, sinds mijn afstuderen. Oké, en waar ben je te vinden? Ik zit op het woningcomplex in Nijmegen. Daar zit ik toevallig samen met iemand die bakfietsen bouwt en verkoopt in het pand. En iemand die fietsevents organiseert. Dus dat is wel een mooie combinatie. Okay. Mooi. Want als we jouw werk zouden willen zien, waar Instagram, Facebook pagina misschien? Facebook vooral, dat is het meest up-to-date altijd. Waar zouden we op moeten zoeken? Facebook/Timmermansfiets, als ik zo in mijn hoofd moet zeggen. Oké. En anders gewoon de website www.timmermansfietsen.nl. Ja. En Pinterest doe ik ook wel heel veel mee. Dat gebruik ik eigenlijk als inspiratie voor mijn klanten. Ja. Die klanten kunnen daar een bordje samenstellen. En met mij delen. En dan kunnen we op basis daarvan bijvoorbeeld ook een fiets bouwen. En dat bord is bijvoorbeeld ook een inspiratie voor nieuwe klanten. Oké. Ja. Stel, ik heb een idee voor een fiets, hè, en ik wil die fiets eigenlijk een soort van mini barbershop, pop-up barbershop van maken. Mm-hmm. Ja. Dan kan ik bij jou terecht met dat een kan. Idee. Ja, en dan ga je nadenken van oké, er kan een spiegel misschien ergens op. Ja, precies. Okay. En wat is de meest unieke fiets die je ooit hebt gemaakt? Ik heb een fiets gebouwd, dat is eigenlijk een desk bike. Dat is een bureaufiets. Ja. Het was voor een uitzendbureau in de Randstad ook. Uh-huh. En die wilde met die fiets op een beurs gaan staan. En dan op die beurs ook rond kunnen fietsen. Okay. Om zo dus eigenlijk mensen de aandacht te trekken. Ja. En als ze dan op een gegeven moment een groepje mensen hebben, dan klappen ze de fiets uit. Ze kunnen het hele bureau uitklappen. Ze kunnen de bureaustoel, is ook meteen het zadel, dat soort dingen. En dan kunnen mensen plaatsnemen achter die fiets. En als die plek dan bijvoorbeeld een beetje uitstoven raakt, dan fietsen ze naar de volgende locatie. Hoe is het met de wetgeving gesteld? Zegt de wetgever van als je een fiets moet voldoen aan een aantal eisen? Ja, er zijn wel wat regels voor gewone fietsen qua reflectie en dat soort dingen. Maar dat is eigenlijk heel soepel en dat wordt
als de fiets moet gewoon vooral veilig zijn. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Je moet gewoon een goede rem opzetten en goede verlichting. Dat is wel belangrijk. Dus daar hou ik ook altijd wel rekening mee. Maar ik heb daar vooral mee te maken met e-bikes. Die bouw ik ook veel. Ja. En dan probeer ik ook een beetje niet de standaard opa en oma e-bike te maken, maar gewoon juist een coole e-bike. Meer richting qua styling, richting een motorfiets of een café racer. Maar ik heb heel veel mensen tegenwoordig die willen gewoon 45 kunnen met dat ding. Van dorp naar dorp. Ja. En dan wordt het dus gewoon een brommer. Ja. Dus dan moet je dan ook een helm dragen? Ja, dan moet je een helm dragen. En ik moet ook een. Ja, maar er zijn ook wel. Ik regel dan gewoon motorfietshelmen eigenlijk. Okay. In plaats van zo'n mountainbike helmpje of zo. Maar ik moet ook wel zorgen dat er ook een kenteken op komt en dat soort dingen. Ja. Dus dat is wel een heel proces. Hoe lang ben je nou bezig met het bedrijf, zei je? 3 jaartjes nou. Als ondernemer eigenlijk is dat dan ook een beetje een soort van eikpunt, hè? Als je 3 jaar bezig bent, dan kan je terugkijken van wat heb ik nou gedaan. En hoe gaat het met het bedrijf? Het gaat op zich wel goed. Het groeit wel lekker. Het groeit wel steeds minder hard, moet ik zeggen. Er zit duidelijk wel een grens aan wat ik in mijn eentje kan doen. Ja. Ik zit nu echt wel vol. Dus ik ben hem ook al aan het nadenken om misschien bepaalde dingen uit te besteden. Dingen waar ik zozeer niet zelf voor nodig ben. Want je doet het alleen? Je hebt geen personeel of een compagnon? Ik doe het helemaal alleen, ja. Ja. Maar ben je dus nou een beetje op het moment om te kijken van wat wil ik? Ga ik groeien? Ik heb bijvoorbeeld hele simpele dingen als dat ik die fietsen laat ik poedercoaten in alle kleuren van de regenboog. Ja. En ik rij iedere week 1 keer vanuit Nijmegen naar Schaik en terug. Daar ben ik gewoon 1,5 uur mee kwijt. Okay. Maar ja, daar ben ik natuurlijk in principe niet voor nodig voor zoiets. Nee. Dus dan moet ik aan dingen als spaken van wielen. En lijkt me ook wel leuk om hier gewoon iemand in op te leiden. Ja. Ik merk dat ik vroeger bij fietsenmakers niet echt aan de bak kon met wat ik wilde leren. Dus het lijkt me heel leuk om iemand anders wel die kans te bieden. Tijdens je opleiding zat je al flink te klussen met fietsen en wist je eigenlijk ook al van ik wil gewoon iets met fietsen gaan doen. Ja, precies. Hoe oud was je toen dat begon, met passie voor fietsen? Toen was ik heel jong eigenlijk wel. Ja, jong, jaar of 12, 13 zoiets. Ja. Toen ik dat gewoon thuis een beetje aan het beunen was, eigenlijk zelf fietsjes bouwen om mee te crossen en dat soort dingen. Mm-hmm. Ik woonde toen in een dorp en had je een grote zandafgraving. Ja. Ze waren natuurlijk al lui met crossmotors bezig. En dan kon ik dan mooi met mijn BMX'je ook meedoen, die baan. Dat doe je ook? Nee, ik niet meer. Ik heb eigenlijk geen tijd meer om te sporten. Maar, heb je het zo druk, ja? Ja, zeker. Hoeveel uur maak je dan gemiddeld per week? Zo in de zomer vaak wel dagen van 7 tot 6. En dan 6 dagen in de week. Kijk, echt ondernemer. Dat, dat tikt wel aan, ja. Zo hoort het ook. Ja, precies. Maar in de winter is het iets rustiger. Dan is ook wat meer tijd om... Want wat doe je dan in de winter? Ja, dan ben ik eigenlijk ook veel, toch weer via mijn opleiding. Dan gebruik ik mijn opleiding wat meer. Dan ontwerp ik fietsonderdelen of ben ik dan gewoon aan het bedenken die ik ooit wil gaan laten maken. Mm-hmm. Ik merk bijvoorbeeld dat heel veel dingen zijn alleen maar een lage kwaliteit te krijgen. Verlichting of dat soort dingen. Okay. Dus die ben ik dan in mijn eigen tijd een beetje aan het verzinnen van hoe ik dat ooit zou kunnen laten maken. Dan kan ik misschien bedrijven ook via die weg wat zekere inkomen krijgen. Hè? En, dat ook aan de wereld aanbieden, dat soort producten. En wat doe je over 10 jaar? Ja, dat is een goede vraag. Heb je een bepaald doel met je bedrijf? Dat vind ik lastig, wordt al vaker gevraagd. Ik ben nu op dit moment gewoon lekker aan het doen wat ik leuk vind. Ja. Dat kan ook gewoon, maar het is geen vetpot, moet ik zeggen. En wie weet word ik het ooit toch een beetje beu. Dus ik zou het inderdaad wel leuk vinden om toch een soort fiets te gaan ontwerpen, maar dan wel echt van goede kwaliteit. En dan ook echt gaan concurreren op kwaliteit en niet op prijs. Maar dat die wel nog voor de grote massa wel bereikbaar is. En wie zie je dan als je doelgroep? Want je had het net over Europa, Nederland. Mm-hmm. Wil je de grens over? Met, ja, kan. Met een ontwerp? Maar ik kijk dan meer naar het soort persoon. Dat ik graag mensen willen bedienen die fietsen nu niet leuk vinden. Ja. Ik hoor heel vaak, ja, fietsen dat is niks, het is zwaar en dat soort dingen. Ik vind, als ik voor die mensen een gave fiets zou kunnen bouwen. Ja. Of mensen die zeggen, ja, fietsen gaan al zo snel kapot, dat soort dingen. Dat ik die zou kunnen bedienen voor ook nog een leuke prijs. En de fiets die is eigenlijk al jaren
misschien wel 100. Ik weet niet hoe lang, wanneer was de eerste fiets, weet jij dat? Wanneer is de eerste fiets? Ja, zeg maar 1850 zo ongeveer, ja. Het principe is een beetje onveranderd gebleven. Ja, ja, klopt. Zal dat op een gegeven moment ook nog gaan veranderen? Misschien een derde wiel of dat die gaat zweven over Ja, ik denk het niet eigenlijk. Of er moeten buiten de fiets om hele nieuwe technieken gaan ontstaan. Ja. Maar meer dat in de zin van sharing of zo. Of misschien meerdere mensen op één fiets. Een soort cargo bikes voor meerdere mensen. Maar het zit er meer in de details. De vorm van het frame is eigenlijk gewoon al ideaal. Ja. En waar fiets jij graag in Nijmegen? Je had het net over van als je naar werk komt, Botnaal naar de Honig. Maar is er een bepaald gebied in Nijmegen dat je zegt van... misschien voor de fietsers, als ze dat nog niet hebben ontdekt, dat je zegt van, nou, dat is echt een stuk waar je even moet fietsen? Ja, je kunt bijna alle kanten op. De Ooipollen, dat is mooi. Bij Lent heb je is gewoon de wat daar allemaal aan het ontstaan en wat daar gebouwd wordt, vind ik altijd gaaf om te zien. Als je daar zeg maar iedere maand of zo een keer komt, dan zie je altijd nieuwe dingen. Ja, ja. En hier bij de Honig ook. Daar verandert ook van alles. Ja. En hier waar we nu zitten, natuurlijk goed om Nima en het Nima kwartier wat hier achter ligt, dat gaat ook binnenkort een keer ontwikkeld worden. Ja, dat is gewoon heel gaaf in Nijmegen om te zien. Ja, ik kwam met je mee eens. Ik kom van origine vanuit Den Haag. Toen ik hier kwam wonen, stond ik versteld van het feit dat waar je de stad ook maar uitrijdt, dat je in een prachtig natuurgebied zit. Ja. Oké. Ik denk dat we wat betreft kapsel wel zijn. Er is enorm veel wind, dus ik probeer hem iedere keer een beetje deze kant op te modelleren. Maar dan het idee is duidelijk. Ik heb qua lengte niet heel veel korter gegaan boven. Ik heb vooral de massa hier opzij wat ingekort, wat uitgedund en wat opgeschoond. De nekpartij ook wat opgeknipt en zet echt in de lengte prima dan. Ah nee, ziet er goed uit, zeker. Ik heb ook weinig in, dus de wind mag gewoon lekker erin. Ja. Ja. Waarom gebruik je eigenlijk geen product? Ja, ik heb een beetje dun haar, dus het wordt heel snel wordt het zwaarder, gel of dat soort dingen, en dan gaat het gewoon heel slap hangen, heel plat. Okay. Heb je wel eens van dust gehoord? Nee. Dust, nee. Het is een droge, het is eigenlijk een poedervorm, een wax, maar dan in een poedervorm. En dat geeft een beetje hetzelfde effect dat als je in de zee hebt gezwommen en je haar droogt op, het kleine beetje zout wat erin zit, zorgt voor wat versteviging. Ja. Oh, ik heb het bij me als je zegt van try it. Kun je wel eens proberen, ja, natuurlijk. Ja. Ik ben het wel met je mee eens als jij de krul wilt accentueren en wat volume wilt, maar als je er iets in smeert, dan krijg je gewoon heel snel dit. Precies, Even kijken of de lengtes nog allemaal zijn. Nog een beetje inknippen. En vandaag nog wat doen? Hierna weer lekker verder werken. Weer de overal aan en fietsen bouwen. Oké. Okay. Ja. Jij nog een leuke klant hier op het dak? Ja, ik heb hierna nog drie gasten die ik ga knippen en een leuk gesprek mee gaan voeren. Het is vandaag weer een verrassing die ik in de stoel krijg. Kijk. Dat is bij jou. Ik wist niet wie ik in de stoel kreeg voordat jij hier toe kwam. Je moet er even zorgen dat het nergens naartoe waait. Kijk, het is, wat ik al zei, het is gewoon echt poeder. En wat je hiermee doet, dat is meer dat breng je aan op de aanzet. Dus niet in de lengte, dus echt op je scalp. Het werkt nog net. Lekker talken, ja. Kijk, en dat wrijf je er als het ware in. Ga niet denken dat het ook met babypoeder lukt. Het is echt een beetje een wax die in een poedervorm is gebracht, wat ik al zei. Oh. Er zit wel een soort van versteviging in. Dat masseer je er zo in. Dat zorgt ervoor dat je net wat meer body een beetje volume behoudt. Ja, kan je ook even voelen, dan voel je ook dat het... Oh ja, ja. Inderdaad, dat zout zeegevoel. Ja. Zonder ja, dat je de poeders hier ook niet meer terug, hè? Die, Dat verdwijnt als... Zo, dat was het dan weer. Bedankt voor het leuke gesprek. Dankjewel. Succes met je bedrijf en met het maken van mooie fietsen. En wie weet klop ik wel een keer aan voor een leuk concept. Ja, je bent altijd welkom om even te komen met neus ook. Thank you.